Een hele goede middag. Mijn naam is Armin Streekstra. Ik ben van Diva Makelaars. Ik neem jullie mee tijdens de Facebook Live uitzending van het appartement in de Laurierstraat. Gelegen in de Heesterbuurt. Een superleuke topetage die ik jullie zo meteen van binnen laat zien. Laurierstraat, een rustig straatje, zoals ik al zei, gelegen in de Heesterbuurt. Dicht bij het openbaar vervoer, winkels, strand op fietsafstand. En ik denk, ja, superleuk appartement. En zeker geliefd qua buurt. Het is een topetage. Regelmatig krijgen we daar vragen over. Van ja, mag ik nou zomaar een dakopbouw erop zetten? De buren hebben, zoals jullie kunnen zien, een grote dakopbouw erop staan. Waardoor je heel veel extra woonruimte creëert. Nou, dat mag op zich. Echter, je hebt wel toestemming nodig binnen de Vereniging van Eigenaren. Je hebt toestemming nodig van de gemeente. Dus ja, op voorhand verkopen we gewoon dit appartement als topetage. En mocht je eventueel de dakopbouw erop willen zetten, dan zal je dat eerst met de Vereniging van Eigenaren moeten bespreken. Het is een derde aandeel, dus je hebt twee buren die je zover moet krijgen of ze daarmee akkoord gaan. En dan zal ook de splitsingsakte aangepast moeten worden. Dus er komt wel wat bij kijken, maar het is absoluut mogelijk om dat te realiseren. Laurierstraat, nummertje 31, Haagse Portiek. Ja, fijner natuurlijk van een topetage is dat je geen buren boven je hebt. Het nadeel daarvan is dat we binnen nog een trap naar boven hebben. Voordat we dat gaan doen, komen we dus in een kleine hal. Hier beneden zit ook Elektra, slimmermeter, drie groepen, aardlek. Trap naar boven, komen we in een ruime en lichte overloop. Nou, het lichte komt onder andere door dit dakraam, natuurlijk super fijn. Hierdoor krijg je een hele lichte overloop. Vanuit de overloop een aantal deuren, één richting het toilet, kleine slaapkamer. En de master bedroom met onder andere toegang naar het balkon. Daarnaast deur richting de badkamer. En tot slot de deur richting de woonkamer. Met het eet- en kookgedeelte. We zijn net binnengekomen door deze trap, via deze trap. En dan komen we direct in de eerste slaapkamer, tevens de hoofdslaapkamer hier aan de rechterkant. Goed formaat kamer. Aan de achterzijde zit wel glas wat dubbelglas is, maar je ziet dat rechterraam, dat is lek. Die zou dus eigenlijk vervangen moeten worden. Toegang naar het balkon. Voorzien van balkonkast. Met uitzicht op de tuinen. Nou, de huizen aan de overkant staan op redelijke afstand. Kijk er niet zo 1, 2, 3 bij je naar binnen. Veel groen. Natuurlijk fijn dat je lekker je slaapkamer kan luchten. Laminaat op de vloer, hoge plafonds, voldoende ruimte voor een grote kast, en de oude paneeldeuren. Daarnaast hebben we de kleinere slaapkamer. Maar absoluut een prima kinderkamer. Zeker als je gaat werken met een hoogslaper. Daarnaast de derde slaapkamer. Nou, zou ook
goede kamers zijn voor een werkkamer. Dit was vroeger de keuken, dus vandaar dat onder andere deze schouw hier er nog in zit. Daarnaast toilet. De woning heeft wat aandacht nodig, maar ja, daar hebben we de prijs ook op afgestemd. In de vloer, woonkamer, hal, een oude parketvloer. En ook op de overloop de plek voor de wasmachine en de cv-ketel. Cv-ketel 2017 van het merk Nefit. Dicht bij de badkamer, dus dat betekent dat je snel warm water hebt. Ook de badkamer verdient wel, denk toch wel wat aandacht. Klein beetje het schilderwerk aan het bladderen, maar ik zag ook beneden een vochtplekje. En dat betekent, zeker met houten vloeren, hou de kitranden in de gaten. Dat is eigenlijk bij iedere woning het geval. Maar met houten vloeren dan werkt het altijd net even wat meer. Dus dat moet je eigenlijk om de 2 jaar moet je dat opnieuw kitten. Kleine wastafel, toiletkast. Hierboven nog wat bergruimte. Dat is eigenlijk boven het trapgat. Dan gaan we door richting de woonkamer. Een heerlijke ruime woonkamer. Veel licht. Kunststofkozijnen, dubbel glas. Aan de straatkant. Kiepkantelramen. In ieder geval in het keukengedeelte. Voldoende plek voor een grote eettafel. Ja, keuken is eenvoudig. Oven, gaskookplaat, vaatwasser. Veel kastruimte. Maar wel leuk dat het zo'n open gevoel geeft. Niet alleen het gevoel, het is een open ruimte. Zowel eetgedeelte als de keuken met aangesloten de woonkamer. Dat is echt een unique selling point van deze woning. Heel veel mensen willen dan zware verbouwingen gaan uitvoeren. Vooral om muren weg te breken. Nou, dat is hier allemaal gedaan. Een lekkere open ruimte. En we gaan vandaag starten met de bezichtigingen. Nou, zoals jullie kunnen zien, er liggen een heel groot aantal brochures liggen er weer klaar. Ik ben hier vandaag voor het eerst, maar ook zaterdag ben ik hier nog. En dan gaan we een groot aantal bezichtigingen doen. We hebben sommige mensen moeten teleurstellen, omdat we gewoon geen plek meer hadden in de agenda. Op basis van deze live video, de foto's, de plattegronden, de 360 graden foto's, zou u eventueel een bod uit mogen brengen op deze woning. Wanneer u dan behoort tot een van de betere biedingen, dan gaan we u alsnog uitnodigen om deze woning te bekijken. We gaan absoluut geen handtekeningen zetten voordat u de woning gezien hebt. Maar breng een bod uit op basis van deze live video, de foto's, de plattegronden, de 360 graden foto's, de brochure. Ik denk dat u dan veel informatie heeft om een indicatief bod uit te brengen. En wanneer u behoort tot de hogere biedingen, dan gaan we u alsnog uitnodigen om de woning te bekijken. Goed, mijn naam is Armin Streenstra, ik ben van Dievenmakelaars. Bedankt voor het kijken, alvast een fijn weekend en tot ziens.